Zo, Arie Zuurmond, voormalig hoogleraar informatietechnologie en de publieke sector. En de toekomst van het openbaar bestuur. De toekomst van het openbaar bestuur, ja. Sorry, ja, je had dat zo goed gezegd nog. En nu bezig met de Kafka-brigade. Ja. Om mee te beginnen, wat is het idee achter de Kafka-brigade? Nou, de Kafka-brigade die richt zich op het opruimen van onnodige bureaucratie. Maar niet alleen de uiterlijke verschijningsvormen, te veel formulieren, hokjes en muren en kastjes. Maar ook de meer dieperliggende structuren die fout zijn, mm-hmm. Waardoor er bureaucratie ontstaat. Ook op de ambtelijke cultuur, die nogal op zekerheid gericht is. En die op, als je niet oppast, nogal veel Kafka-achtige elementen bevat. Mm-hmm. Wij praten over de professionele professional, een nieuw type ambtenaar die veel ondernemender is, veel meer van buiten naar binnen redeneert. Veel minder in de regels, maar veel meer in de oplossingen. Ja. Daar richten we ons op en daar doen we projecten op dat terrein. Ja, en wie is dan BU? BU, dat is een netwerkje van Kafka-brigadiers, een bonte verzameling van een stuk of 15 tot 20 mensen die links en rechts in het openbaar bestuur of voor het openbaar bestuur of aan universiteiten werken. Ja. Ja. Oké. Even naar het netwerk. En dan pak je een casus en dan zeg je van, We werken heel vaak met casus. Hè. Dus het is een casusonderzoek waarbij we vanuit die casus niet alleen de casus gaan oplossen, maar ook de structurele en culturele problemen die erin zitten, pakken we op. Maar tegenwoordig werken we ook wel veel via cursussen en trainingen of trainde trainer. We hebben een grote klus bij het UWV gedaan en dan trainen we eigenlijk mensen die dan weer de mensen trainen om ervoor te zorgen dat ze interne bureaucratie bestrijden. Ja, en de oplossing is dan inderdaad focus in ieder geval op de burger, zullen we zeggen, en het probleem en de oplossing vermogen. Oplossing is natuurlijk altijd contextspecifiek, maar de oplossing is van buiten naar binnen redenerend, over grenzen van de organisatie heen, over grenzen van publiek en privaat heen. Hè, want heel vaak zijn goede oplossingen eigenlijk nieuwe verbindingen tussen publieke en private activiteiten. Veel ketens lopen immers niet alleen over overheidsorganisaties heen, maar ook over private activiteiten heen. En er zit eigenlijk wel altijd een visie achter. En die visie achter die bestaat gedeeltelijk uit een structuurverhaal van hoe een moderne organisatie eruit zou kunnen zien. Een moderne overheidsorganisatie. Maar het is ook een cultuurverhaal. We noemen dat wat deftig de public value. Hè. Wij richten ons op het verhogen van de publieke waarde van de overheid. Naar onze mening gaat er eigenlijk te veel energie en tijd en inspiratie verloren aan de interne bureaucratie, aan botsingen tussen overheidsorganisaties. En als gevolg daarvan creëren overheidsorganisaties minder waarde dan dat ze zouden kunnen als ze meer van buiten naar binnen redeneren. En je zegt van nou, een beeld over hoe die organisatie eruit kan zien. Hoe ziet die overheidsorganisatie er idealiter uit? Nou, de toekomstige overheidsorganisatie, ja, ik noem dat in mijn oratie van een aantal jaar geleden, noem ik dat een Copernicaanse wending. Omdat het echt uitgaat van een ander paradigma. Het paradigma is veel meer van buiten naar binnen en veel meer vanuit die samenleving beginnend. De burger centraal vind ik soms wat lastig, hè, want dan beginnen we heel gauw te praten over dienstverlening. Maar in mijn beleving kun je ook een asociale burger die berooft en een samenleving nogal veel schade berokkent, die kan je ook centraal zetten. En die kan je met handhavers door goed samen te werken en door ook goede publiek-private samenwerkingen, kan je, zoals Burgernet bijvoorbeeld, hè, of het getwitter over boeven die net ontsnapt zijn, hè, dan zie je ook een vorm van co-creatie. En dat is de harde kant van de overheid. En het is dus niet alleen dienstverlening, maar ook de harde kant van de overheid, de handhavingskant, kan je veel beter doen in de publiek-private samenwerkingsarrangementen. Dus je zegt eigenlijk de overheid organiseren vanuit het probleem en vanuit... Ja, dus organizing government around the problem en niet andersom. Dat is een oude frase. Maar als je dan kijkt naar de structuur, dan zie je ook een heel andere structuur van de overheidsorganisaties ontstaan. Nu is het zo, we hebben een wet. In die wet staat een bepaald doel. Daarvoor richten we een uitvoeringsorganisatie op. Die uitvoeringsorganisatie die bedient ze van informatietechnologie en procedures en formulieren.
En die gaat zeg maar, op haar gebiedje een stukje van die samenleving aanharken, zou ik maar zeggen. Maar het vervelende is dat veel moderne problemen vergen eigenlijk samenwerking tussen verschillende van die taakorganisaties, die hiërarchische taakorganisaties die de overheid klassiek introduceert. En wat je dan vervolgens ziet, is dat al die taakorganisaties elkaar in de weg zitten in die buitenwereld. Een gezin, een multiprobleemgezin wat 40 dienstverleners over de vloer krijgt. Dienstverleners tussen aanhalingstekens. Ja. Want dat kost het gezin 2 tot 3 dagen om alle vragen van die mensen te beantwoorden. En dat leidt nogal af van het probleem dat het gezin heeft. Ja, kan het grote voordelen hebben natuurlijk. Maar... Ja. Ja, als ze daardoor niet gaan stelen of heroïne verhandelen, dan zou het mooi zijn. Maar ze komen ook niet toe aan hun schuldenoplossing en dat soort gedoe. En dat heeft te maken met de structuur, die hiërarchische structuur, waarbij een wet altijd weer via een hiërarchische lijn tot uitvoering leidt. Dus dat begint al eigenlijk bij de wetten en dat daar die organisatie uit voortkomen. Ja, juist. Nu zeg je van nou, mijn onderwerp was IT en de toekomst van de operatie. Ja, ICT, hè, met de C van communicatie is natuurlijk ook belangrijk. De gedachte is dat, kijk, papier is ook ICT. En papier is de technologie die een bureaucratie als dominante technologie heeft gekozen om haar werk te doen. Maar papier is traag, kan maar op één plek tegelijkertijd zijn, kan niet makkelijk gedeeld worden dus. En wat je nu ziet is dat we de laatste 20, 30 jaar technologieën aan het ontwikkelen zijn die eigenlijk een heel andere manier van organiseren mogelijk maken. En papier dwingt eigenlijk een bureaucratie als organisatievorm af. En dat papier schuift dan netjes van bureau tot bureau. Ja. Met de moderne informatietechnologieën, en dat begon eigenlijk al met de netwerktechnologieën van de jaren 80, maar is natuurlijk met de internet extreem verheven. En de nieuwste vormen, social media, Twitter en dat soort gesodemieter, versterkt dat nog meer. Kan je eigenlijk hele andere vormen van organiseren mogelijk maken. En ik denk dan veel meer in golven, hè, waarbij er 3 golven zijn. En de eerste golf is eigenlijk zelforganisatie. Als bij mij wordt ingebroken of ik word lastiggevallen en ik heb ik kan dat sms'en of ik kan dat twitteren, dan kan er eigenlijk heel snel een groepje mensen om mij heen komen staan. Ja? En dat is eigenlijk een vorm van zelforganisatie. Daar hoef ik helemaal geen professionals en heb ik helemaal geen overheid voor nodig. Ik kan met eigen kracht conferenties, kan ik eigenlijk heel snel mensen om me heen organiseren die mij helpen als ik schuldhulpverlening-achtige vragen heb of whatever. Maar als ik moeite heb met Nederlands, kan ik ook via internet een leesouder of een leesoma voor mezelf regelen. Ook al zit die leesoma 5 steden verderop. En wat is dan het versnellende effect van IT erbij? Want al die dingen kon je vroeger wezen ook al. Ja, maar het zoeken en het elkaar vinden. Hè, ik moest me verplaatsen, ik moest zo iemand zoeken. Maar hoe zoek je dat via papier? Dat is veel ingewikkelder. Dan moet je advertenties in kranten zetten. Dat gebeurde natuurlijk vroeger ook. Hè. Maar je ziet dat met die nieuwe technologieën het veel sneller kan. Ik vind een van de mooiste voorbeelden de AED Alert. Ik weet niet of je dat kent, maar het is een hele mooie casus. Oh ja, dat breng je altijd op. Ja, dat is een hele mooie casus. Als iemand omvalt en er vallen er 16.000 per jaar om als gevolg van hartstilstand, dan zijn er 2 situaties mogelijk. In de helft van de gevallen is er echt een hart, infarct. Daar kan je eigenlijk niet zo vreselijk veel aan doen, maar er zo snel mogelijk een ambulance komen. Maar in de andere 8.000 gevallen is er sprake van hartstilstand, want het hart fibrilleert. En als je het dan een stroomstoot geeft en een reanimatie doet, dan staat in de helft van de gevallen, als je op tijd bent, staan de mensen weer op en leest die nog 30 jaar voort, bij wijze van spreken. In de klassieke organisatievorm die we hadden en hebben in veel regio's, zeggen we, daar hebben we een overheid voor. En dan bel je 112 en dan gaat die overheid een ambulance sturen. Maar die ambulances hebben we vanwege samenvoegingen en efficiëntiemaatregelen heel ver weg georganiseerd. Dus hebben we een norm van 15 minuten aanrijdtijd. Het nare is dat bij een hartstilstand 15 minuten is de grens. Dan is er sprake van 100% mortaliteit. En wat hebben ze nou in Noord-Holland-Noord gedaan? Hebben ze gezegd, weet je wat, wij hebben in de buurt mensen die kunnen reanimeren. En we hebben mensen die de AED, dat is zo'n defibrillator waar je een schok geeft aan het hart, en waardoor het hart het weer doet, kunnen we hanteren. Die hebben we ook opgeleid. Die wonen gewoon in de buurt. We hebben die AED's hangen. En als wij nou een 112 call krijgen, dan is het eerste wat wij doen, is 2 sms'jes aansturen.
Het eerste sms'je gaat naar een groep van 5 of 7 mensen die gaan rennen naar het adres waar die persoon ligt die omgevallen is. En die gaan helpen met de reanimatie. De eerste die binnenkomt doet dat. De anderen zien dat ze niet de eerste zijn. En zeggen, nou blij dat iemand eerder is. Wij gaan weg. Het tweede sms'je gaat naar een groep mensen die weten waar de AED's in de buurt hangen. Die rennen eerst naar de AED, halen die AED op. Die AED wordt, die hangt in publieke ruimtes. Maar via een sms wordt het slot automatisch geopend op het moment dat de call komt. Hè. Mm-hmm. Dan rennen ze naar die AED, die is dan op dat moment open, ze kunnen hem eruit halen en rennen dan naar de persoon in kwestie. Die komen dus gemiddeld 1 minuut tot 2 minuten later binnen dan degene die is gaan reanimeren. Die komt binnen 3 tot 5 minuten binnen, zij binnen 4 tot 6 minuten. Mm-hmm. En dan krijgt het die AED, zeg maar, wordt toegepast, krijgt het lichaam een schok en dan doet het hart het weer. Dan zijn ze er binnen 6 minuten, de ambulance komt open, die komt na 15 minuten, mm-hmm. maar dan leeft die persoon nog. Ja. In een aantal gevallen, in de helft van de gevallen. Ja. En wat je daarin ziet, dan zie je dat het organiserende vermogen van die ICT, dat is eigenlijk hele simpele ICT, dat is SMS. Ja, gewoon SMS, ja. Net als met Burgernet. Ja, net zoals met Burgernet. En dat kan natuurlijk ook via Twitter, maar Twitter is wat meer broadcasting, en dit is narrowcasting. Ja. En je wilt hier mensen hebben die zijn opgeleid, hè? Die dus een AED-opleiding of een reanimatieopleiding hebben gehad. En die melden zich aan. En dan zie je dus dat er eigenlijk een vorm van organiseren, zelforganiseren is, gefaciliteerd door specialisten in een back-office. En eigenlijk zie ik dus drie niveaus van organiseren. Het eerste is, wat je moet doen, is allerlei vormen van zelforganisatie faciliteren. Dit is er een voorbeeld van, maar je kan met telemedicine kan je dingen doen. Maar eigenlijk is het voorleesmoeders organiseren over de grenzen van scholen heen kan ook heel goed. Hè? Dat je zegt, nou ja, weet je, we hebben in de klas toch 10 pc's staan. Van 10 tot 11 doen we voorlezen en dan doen we via Skype. Verbinden we die kinderen met 10 voorleesoma's mm-hmm. die misschien heel erg anders in Nederland zitten, die daar tijd voor hebben. Mm-hmm. En dat kan eigenlijk in elke sector. Mm-hmm. Ja? Dat kan in de gezondheidssector, dat mm-hmm. kan in de... dat kan in de politiesector met de Amber Alert, ja. Maar het kan ook in de sociale zekerheidssector. Je had het over drie niveaus. Dus dat is het eerste niveau. Zelforganisatie, eigenlijk wel met wat technologie. En dat is natuurlijk Skype, dat is SMS, dat is Twitter. Dat zijn allerlei moderne sociale technologieën die je hebt. Die maakt de verbinding plaats en tijd onafhankelijk. Juist. En die doet dat direct heel dicht in de buurt. Dan heb je een tweede niveau, dat noem ik de frontlijnorganisaties. Dat zijn eigenlijk meer generalistische organisaties. Dat zijn wel professionals. Dat kan een buurtagent zijn, maar het kan dus ook een frontlijnmedewerker zijn van bureau Frontlijn in Rotterdam. Dat hangt vanaf in welke sector je zit. En dat zijn generalisten die overzicht hebben over een groot aantal mogelijke aanbiedingen van specialistische hulp enerzijds. En die aan de andere kant hele praktische dingen kunnen doen. Helpen met het invullen van formulieren. Meegaan naar een bank om een bankrekeningnummer aan te vragen. Steunkousen omdoen. Allerlei zeg maar, wat minder specialistisch werk, maar waar wel veel behoefte aan is. Buurtzorg is daar een voorbeeld van. Die wel meer aan de zorgkant zit. Dat zijn frontlijners. En het derde niveau? En het derde niveau, dat zijn de specialisten. Kijk, als je natuurlijk een moeder hebt met borderline problematiek. Ja, natuurlijk moet die geholpen worden met het betaalbaar stellen van rekeningen die ze ontvangt. Mm-hmm. Ja, dat kan ze vaak niet zelf. Nou, oké, dan helpen we een frontlijner helpt erbij. Mm-hmm. Maar die borderline problematiek is hele specifieke psychiatrische problematiek. Dat moet die frontlijner niet doen. Mm-hmm. Dus die frontlijner, die schakelt eigenlijk een netwerk van specialisten in die in een tweede lijn beschikbaar zijn en die veel meer modulair georganiseerd zijn dan nu in een van die hele grote kolossen van organisaties, maar die voor specifieke hulp worden ingeschakeld. Die frontliners die zijn dan meer de accountmanagers die ervoor zorgen dat er misschien wel 2 of 3 specialistische vormen van hulp in zo'n gezin of bij zo'n moeder terechtkomen. Ja, en dat accountmanagement is een beetje om het de link met de Kafka-brigade mee is. Ja. Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat de juiste specialisten, maar dat wel via één kanaal. En die frontliners die moeten in mijn beleving met diezelfde ICT in staat zijn, bij voorkeur gedeeld met de klant.
Hè? En dus bij wijze van spreken, ik zie altijd een iPad-achtig ding voor me, waarbij ze aan de keukentafel de informatie van die klant uit de verschillende dossiers, of dat nou van de Rijksbelastingdienst is waar je schulden hebt, of van de GG en GD, of whatever, die halen ze bij elkaar. En zodat ze de situatie van die klant goed met de klant kunnen bespreken. En dan kunnen ze zeggen, nou, in uw geval schakelen we jeugdzorg in. Of in uw geval schakelen we de opvoedpolie in. Of in uw geval schakelen we de politie in verband met een ingewikkelde. Maar heel multidisciplinair. Ja, dat is multidisciplinair. Maar die heeft dus een soort case management tool. Mm-hmm. Ja, waar die in staat is niet alleen gegevens uit het informatiesysteem van verschillende back-offices te halen, maar ook documenten. Ja, want die klant denkt vaak in documenten. Die denkt in een beschikking of een aanmaning of niet in een gegevenssetje. De huidige ICT-systemen die denken vooral in gegevens en niet in documenten. Ja. En die frontliner die haalt dat uit die verschillende hoeken bij elkaar. Hm. En die bespreekt dat samen met die klant of met het netwerk. Hè, als er een eigen krachtconferentie is geweest. Ja. Die klant zelf is niet heel erg machtig. Dan kan die wel met de opa en de buurman van die klant dat gesprek voeren. Zeggen, nou, dit is het behandelplan. Dit is wat er moet gebeuren. En op al die drie niveaus die je noemt. Ja. Daar kun je eigenlijk ook bepaalde mate van co-creatie tussen... Zeker. Tussen ook overheidsinstanties enerzijds en burgers anderzijds voorstellen. Absoluut. Dus bij die AED heb je dat natuurlijk al een heel mooi voorbeeld. Wat betreft die frontlijn, althans wat betreft die derde, heb je ook een voorbeeld genoemd al, dat op het moment dat je dan in zo'n gesprek zit, kun je een eigen krachtconferentie erbij houden, dat die mensen ze net weten. Hoe zit dat bij de tweede lijn, bij die account managers? Die tweede lijn die moet dus eigenlijk de co-creatie doen door aan de ene kant richting klant veel vaker te denken in termen van eigen krachtconferenties of varianten daarop. Hè, dat hij met het netwerk om die klanten heen een gesprek voert over hoe kunnen we jou helpen. Zodanig dat jij zoveel mogelijk in je eigen omgeving kunt blijven. En toch voldoende gesteund wordt door de maatschappelijke krachten en zo nodig door aan te voeren extra krachten. Dus aan de voorkant doet hij dat met eigen krachtconferenties. Maar tegelijkertijd zorgt hij natuurlijk dat op die eigen krachtconferenties ook één of twee relevante specialistische back-office-achtige organisaties aanschuiven. Ja? En wat je nu nog vaak ziet is dat die back-office-organisaties, die hebben gesloten informatiesystemen, die hebben ook hele specifieke targets. Dus een psycholoog of een psychiater zegt, ik mag mijn dossier niet delen en ik doe alleen maar iets met die klant, ik heb niks te maken met het gezin. En als er in het gezin wordt ingebroken of zelfs mijn klant breekt, maar als die niet bij mij in gesprek is, heb ik niks mee te maken, ik heb alleen maar de zorg. Om zijn psychisch welzijn. Ja. Nou, dat is oud denken. Hij moet zeggen, nee, als ik mijn klant psychisch help, maar ik zorg er niet voor dat er in het netwerk ook zijn schulden worden opgelost en dat zijn criminele gedrag wordt aangepakt, wat is dan mijn toegevoegde waarde als specialist om hem psychisch een beetje beter te maken? Hè? Dat is te monodisciplinair. Hij moet veel multidisciplinair te denken. Even van een andere kant, want je beschrijft een beetje hoe nu dienstverlening en dat soort dingen vanuit de overheid, hoe je dat anders kan organiseren eigenlijk in die drie niveaus. Ben je ook bezig met het onderwerp van burgerinitiatief, wanneer juist het initiatief komt vanuit de samenleving allerlei dingetjes, dingen te gaan doen? En hoe je daar vervolgens als overheid op reageert? Nou ja, het mooiste is dat je eigenlijk vanuit die lijn moet denken. Dus er zijn eerst allerlei maatschappelijke initiatieven. En laat die in godsnaam bloeien en groeien. En verdring ze niet. Hè? Dus als ik zie bijvoorbeeld, de buurtzorg is een prachtig initiatief. En dat is ook voor professionals bevrijdend initiatief. Want die werken eigenlijk in veel kleinere teams, waardoor die hele grote zorginstellingen waar eigenlijk de managers en de controllers de baas zijn, niet meer nodig blijken te zijn. Mensen kunnen hun eigen werk wel regelen met die moderne spullenboel. Die kunnen hun eigen agenda's managen. Vind ik prachtig. En ik zou willen dat er tien keer zoveel van dat soort buurtzorginitiatieven zijn. Dus de aanleiding kan zijn iemand die in mijn harte val dood neervalt, of half dood neervalt, zou ik zeggen. En de aanleiding kan zijn een initiatief van, moeten we niet met de wijk eens een keer dat parkje gaan opruimen. Maar als je dan ziet hoe gereageerd is toen de AED gemaakt werd, en eigenlijk is de AED een ingeblikte verpleegkundige, hè, want er zit software in en technologie in om te luisteren naar dat hart, wat vroeger alleen maar een professional kon. Het eerste wat de professionals hebben gedaan is, dat mag niet.
Dus de gezondheidsraad heeft zich 10 jaar met de hand en tand verzet tegen de komst van de ARD in Nederland. Ja. Daar zit die cultuurverandering dus eigenlijk in. En je zou moeten zeggen, nee, het is eigenlijk briljant. Als wij allerlei, zeker met de vergrijzing en met het afnemen van het aantal professionals, moet je zeggen, zodra er dus nieuwe technologie is of nieuw initiatief, of dat nou de AED-alert is, of een nieuwe manier van lesgeven aan kinderen, whatever, het maakt niet uit. En op al die terreinen zie je dat soort initiatieven. Maar je ziet dus ook alsof een tegenstelling, dat je enerzijds zegt van, nou ja, die professionele professional, die vanuit zijn publieke waarde juist inderdaad het probleem of het individu of wat dan ook centraal stelt. En tegelijkertijd zeg je van, ja, heel veel professionals die zien ook, zullen we zeggen, hun vak afkalven en hun bedreiging erin. Die zien er een bedreiging in, omdat ze vanuit een monodisciplinaire koker blijven kijken. En dat noem ik de gewone professional. En daar maak ik een onderscheid tussen een gewone professional en een professionele professional. Want als er dus een debat is, geeft de professional de ruimte, zeg ik ja aan Mahula. Want als dat die klassieke professional is, dan gaan we niet de transformatie krijgen die we nodig hebben. Als wij echt de transformatie nodig hebben, dan zullen we een nieuw type ambtenaar, of dat een ambtenaar tegen het doen, hebben. Ja, die gewoon heel anders denkt. Ja? Die gewoon heel anders denkt. En zomaar de professional de ruimte te geven, dan hebben we misschien over 20 jaar nog steeds die ouderwetse organisatie. Wie was het ook weer? Ik denk dat het Ford was. Ja, die zei van, ja, als ik de mensen had gevraagd hoe een auto eruit ziet, had ik snellere paarden voor een koets gehad. Ja. Ja? En datzelfde geldt. Dat is ook voor jou wat jou drijft om hiermee aan de slag te gaan. Van, daar moeten we naartoe. Dat een is echt fundamentele, en dat noem ik een Copernicaanse wending, omdat het echt een paradigmasprong is van de klassieke bureaucratie met een aanbodgedreven dienstverlening naar een veel meer netwerk georganiseerde organisatie die in kringen, in golven werkt, van buiten naar binnen, waar veel meer vraag gericht, vanuit de vraag een samenstel van antwoorden wordt geleverd. Ja. Nou, dat is fundamenteel anders. Ja. En dat begint al in de wetgeving. Dan moet je wetgeving eigenlijk al veranderen. Het vraagt een enorme flexibiliseringsslag voor hoe je de overheid organiseert. En niet alleen een flexibilisering van de uitvoerders, maar ook een flexibilisering van management. Maar zelfs ook van ministers en Tweede Kamer. Want de Kamer die is ook heel erg incidentgedreven en gaat voor een incident een bepaalde wet maken en vanuit die wet een bepaalde organisatie in het leven roepen of een taak in haar. En die gaat ook sturen, dus ook je financial management is heel erg vanuit dat individuele activiteit geredeneerd. Ja. Dus we hebben een financial control die kijkt of jij je parkje goed aanhaakt en die dus niet ziet dat jij eigenlijk gewoon alle blikjes op de openbare weg schuift. Want dat is een andere afdeling. En dan komt die vent van de openbare weg langs en die schuift weer terug in het park en heeft hij ook zijn werk weer gedaan. Ja. Oké. Ja, was het. Mooi. Dankjewel. Hoi.